We gaan het eens hebben over een burgerinitiatief. En een burgerinitiatief is door de gemeente in het leven geroepen en is bedoeld om bijvoorbeeld een buurt ertoe te bewegen initiatieven in te dienen waar Soest en Soesterberg iets aan heeft. Dat denk ik altijd aan buurtbarbecues en kinderfeesten en straatfeesten. Dat noemen ze ook een burgerinitiatief. Maar een burgerinitiatief kan ook heel serieus zijn. Er is bijvoorbeeld een burgerinitiatief gaande. Die is gestart om verkeersmaatregelen te treffen in het poldergebied. Ja, daar zal je maar wonen en al die auto's komen voorbij scheuren. En dan heb ik het over de Peter van der Bremenweg, AP Hilhorstweg, Kerkenbuurt. Bewoners hebben zich verenigd in dat burgerinitiatief. En een van de woordvoerders, mag ik wel zeggen, hè, dat is Robert Cornelissen. Robert, welkom. Ja. Als je iets lekker goed in dat ding praat, dan horen we je thuis. Ja, perfect. Perfect. Een burgerinitiatief om verkeersmaatregelen te treffen in dat poldergebied. Is het zo heftig? Heftig. Goede vraag. Ja. Het is wel nodig. Heftig weet ik niet of ik dat het goede woord vind. Maar het is wel echt zeer nodig. En ik woon er nu zelf een aantal jaar. En ik ken mensen natuurlijk in de buurt die er al 30 jaar wonen. Wat ik begrepen heb was het eerste initiatief zo'n beetje 25, 30 jaar geleden. Hmm. Dus dat is best lang. En er wordt niet langzamer gereden sindsdien. Nee, terwijl het toch wel een soort beetje een slingerweg is. Dat, denk ik, hoe kan je daar met weet ik veel hoeveel kilometer dan doorheen? Nou ja, als dat je hobby is, dan lukt dat. Ja. Dat is één ding. Dus er zijn mensen die noem maar even, vrij sportief rijden. Ja. En dan vliegt er dus af en toe één uit de bocht. En dat is de afgelopen jaar ook 3 keer gebeurd, hè? Dus één op de kop in de sloot. Nog één tegen een paal aan. En één die hing bij mij in de tuin. Dus voor mij wel voldoende reden om er toch maar weer even wat mee te gaan doen. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen als je dat overkomt. Eigen schild, dikke bult, had je me niet zo hard moeten rijden. Maar het ergste is dat ze misschien mensen meenemen die daar toch wel lopen of fietsen. Precies. En dat is het grootste gevaar, denk ik. Nee, precies. Dus de veiligheid voor fietsers, wandelaars. Mijn kinderen mogen niet. Luisteren natuurlijk ook niet naar mij, maar mogen niet door de polder fietsen. Zeker niet op spitsuur, omdat ik het gewoon letterlijk levensgevaarlijk vind eigenlijk. Ja. Ja. Je zegt al 25 jaar geleden was men daar al mee bezig. Waarom? Nou, jullie niet. Waarom heeft het dan 25 jaar geduurd om er toch maar weer eens over te beginnen? Nou, het is niet dat het 25 jaar stil heeft gelegen. Wat ik er zelf nu van weet is dat we toch alweer een jaar of 6 bezig zijn. Met gericht, met handtekeningen. En initiatieven. Er is een initiatief gestrand. Er is gedeeltelijk wat gedaan. Toen heb ik op een gegeven moment ook zelf gewoon alleen iets opgepakt. Dat heeft als voordeel dat je dan minder hoeft te overleggen. Mm-hmm. En daar is die drempel die er nu ligt doorgekomen. En wat ze noemen een druppel, maar dat is een beetje een druppel op een gloeiende plaat wat mij betreft. Want die heeft een hoogte van 1,5 centimeter aan de rand. Dus ja, dat remt echt helemaal niemand af. Nee. Dus er zijn een aantal dingen gebeurd. De gemeente pakt ook nu nog een aantal dingen op. Dus door borden in te gaan plaatsen vrij binnenkort. Om mensen nog meer af te remmen. Maar we zijn er gewoon niet. Het is iedere keer een klein stapje. En met name de jongens die echt hard rijden. Hè, dus waarom moet er in het Feyenoordstadion netten komen? Omdat er maar een paar mensen zijn die het vergallen voor de rest. En dat is hier eigenlijk ook. Dus als je die wil aanpakken, dan moet er echt structureel iets veranderen. En dat gaat dus net zo ver als netten in het stadion. Dus je moet echt iets creëren wat iedereen remt. Ja, duidelijk. Ook uitgenodigd hebben we de voorzitter van de... is het stichting of vereniging? Vereniging. Vereniging Vrij Polderland. Robert van Motman. Het klinkt als muziek in de oren, denk ik, dat burgers dit initiatief nemen om in het poldergebied juist verkeersmaatregelen te treffen. Nee, dat klopt. Zou het verder moeten gaan, dat je het af moet sluiten bijvoorbeeld? Nou ja, Vereniging Vrij Polderland is voor versterking van biologisch dynamische landbouw. We zijn overigens ergens pro-boer. We zijn dus voor de boeren. Maar we willen wel dat het meer biologisch dynamisch wordt. We willen ook meer natuur, meer weidevogels in de polder. En als derde punt, we willen recreatieve voorzieningen verbeteren. Maar niet zover dat het een aantrekkende kracht heeft voor allerlei mensen buiten het gebied, zeg maar eventjes. Maar in dat kader
zijn wij grote voorstander van gescheiden fietspaden. Want je hebt het ook op de Koelhoisterweg. De kinderwagens, fietsers, tractoren, auto's, het rijdt allemaal door elkaar. Het is gewoon erg gevaarlijk. En dat is natuurlijk zonde. Dat moet je verbeteren, vind ik, zeker als gemeentes. Dus een specifiek fietspad voor de mensen. Dat lijkt me een verbetering. Ja, en daarnaast... mensen die eigenlijk niks te zoeken hebben in de polder, moeten er ook niet zijn. Ja, dus het zou niet mogen worden gebruikt als een soort parallelweg van de Birkstraat. Ja, het is een soort sluiproute. Staat het onbekend, hè? Ja, dat zouden we liever niet zien. Hoe je dat doet, ja, er zijn natuurlijk allerlei maatregelen. Ik hou helemaal niet persoonlijk van verkeersdrempels. Ik ook niet. En politie helemaal niet, en ambulance en noem maar op. Nee. Maar je moet wel wat doen. Ja, ik ben altijd gewoon voor camera's. Het marktmechanisme moet zijn werk doen, gewoon betalen. En als het hoog wordt, die bedragen, dan zeggen mensen op een gegeven moment, nou, dat is niet meer leuk. Wij gaan minder hard rijden. Nou, we hebben mobiele camera's, begrijp ik, met één. Dus die kan eens van de Dalweg daar naartoe. Ja, zou kunnen. Zou het helpen richting gemeente dat u, zoals ik dat hoor, samen optreedt, burgerinitiatief, gesteund door Vrij Polderland, om het toch sneller van elkaar te krijgen? Dat zou kunnen. Ja. Ik heb er geen ervaring mee, eerlijk gezegd. Het is mijn eerste en misschien ook mijn enige burgerinitiatief. Maar geen buurtbarbecue. Nee. Dus ik sta er helemaal voor open. Ja. En wij hebben overigens ervoor gekozen, ook in de brief, om niet één ding aan te dragen, maar juist ideeën aan te dragen. Mm-hmm. Zodat de gemeenteraad echt kan gaan kiezen en bepalen wat de beste oplossing is. Want ja, ik kan wel zeggen, ik wil dit. Mm-hmm. Maar ik ben geen verkeersdeskundige en ik heb ook die ambitie niet. Dus ik denk dat de gemeente daar nu voldoende ideeën heeft. En vrachtwagens bijvoorbeeld. Hè, ik denk dat er elke dag wel 3 vrachtwagens bij mij voor de deur staan. Die hun bocht niet kunnen draaien. Mm-hmm. Die worden gewoon door Google, noem ik het maar even, door de polder heen gestuurd. Dat is die zeggen zelf ook, ik wil er ook niet zijn. Maar ik wil er ook niet zijn, zegt die vrachtwagenchauffeur. Want ik word hier helemaal gek van. Ik moet 9 keer insteken voordat ik de bocht heb. Ik heb begrepen uit een persbericht, of uit een bericht uit de Soesterkrant, dat GGS, een van de coalitiepartijen, heeft aangemoedigd op begin dit burgerinitiatief. Dus je zou zeggen 25% van de coalitie heb je al. Ja, het zijn uw woorden. Het lijkt me fantastisch. Naar de 51. Ik weet niet wat er voor nodig is eigenlijk. Is er al meer reacties van andere politieke partijen dan alleen GGS? Weet ik niet. Maar omdat jullie initiatief erg past in onze doelstellingen, bied ik bij deze al direct aan om te gaan samenwerken, om jouw doelen te bereiken. Want jouw doelen zijn ook onze doelen. Dus dat lijkt me heel goed. Okay. Dat is de tweede keer dat vandaag. Is de tweede vandaag. Ja. Verbinding. Mooi. Ja, kijk eens aan. Nee, een burgerinitiatief voor verkeersmaatregelen. Ik denk persoonlijk, en normaal onthoud ik mij van mening als presentator, maar toch denk ik in dit geval die Peter van der Bremenweg met name, ook de Apeldoornseweg in de Kerkenbuurt. Het is af en toe, het gaat net goed. Ja. Dat is eigenlijk een korte samenvatting. Ja. 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 Wanneer horen we iets, of wanneer hopen jullie iets te horen? Wat was de status? De status is op dit moment. Voor eerst was het idee, het is net in de raadsvergadering geweest, dus daar was iedereen op zich voor. De agendacommissie heeft nu bepaald dat het op de agenda komt, dus dat is ook positief. We hadden alleen wel gehoopt om voor de zomervakantie eigenlijk al een conclusie te hebben. Maar die is helaas van tafel gehaald. U woont nog niet zo heel lang in Soest. Lang genoeg om te weten dat. Okay. Maar ik had een e-mailbevestiging van de gemeente waarin stond welke data er wat beslist zou worden. Dus ik dacht, nou, dat is wel redelijk waar. Maar dat blijkt ook niet helemaal zo te zijn. Communicatie. Maar goed, de heer Sima is nu bezig met een mobiliteitsvisie. En die mobiliteitsvisie moeten we afwachten alvorens er ergens een plan in Soest door mag gaan. En die mobiliteitsvisie die schijnt na de zomervakantie gereed te zijn. Dus direct na de zomervakantie wordt dit weer opgepakt. Hartstikke goed. En wij blijven het volgen. Dus waarschijnlijk spreken we u misschien over een halfjaartje. Je weet het maar nooit bij de gemeente Soest. In ieder geval een mooie samenwerking, denk ik, tussen Stichting Vereniging Vrij Polderland en het Burgerinitiatief. Robert Cornelissen en Robert van Motman. Robert en Robert. Ik moest bij zijn buurman en buurman denken. Nou, dat kan natuurlijk ook. In ieder geval, we gaan zo eens kijken of dat is. Dank voor jullie komst. Prettig paasweekend en succes. Jullie ook. Dank voor de tijd.
Graag gedaan.